Zo, dag, wat is je naam? Ik ben Jan. En wat doe je hier bij Elf? Ik ben van alle vlaggetjes, vaandels, alle versiering, decoratie. Laat je die gewoon maken ergens? Is daar een bedrijf die dat doet voor jou? Sommige vaandels wel, maar al die vaandels, daar hebben er toen 75 van gemaakt. Die heb ik allemaal op het oude naaimachientje van mijn oma gedaan. Daar zal ze wel blij mee geweest zijn. Ja. En hoe kom je aan de stoffen en zo? Dat is eventjes zoeken en soms vind je bij IKEA toevallig precies de goede kleur, rood en geel. En hoe heb je dan de letters 11 erop gekregen? Dat is gezeefdrukt door iemand. En andere vaandels die bedrukt zijn? Laten we bij een bedrijf doen. Ik zie hier, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vaandels. Ja, dat zijn er 8. Maar we hebben nog meer vaandels hier op het terrein. Hoeveel? Ja, als je de decoratieprocedures er even op naslaat, dan... Dit is hoe je het allemaal moet opbouwen, zeg maar. Ja, dat klopt. Hier staat eigenlijk alles in wat er moet gebeuren. Maar gisteren vroeg iemand mij ook die vraag. En ik kon vandaag natuurlijk niet slapen. En een normaal mens gaat schaapjes tellen. Ik heb toen vlaggetjes en vaandels zitten tellen. En ik kwam uit op 135 vlaggen en vaandels. En daar zitten dan de spandoeken en de banners nog niet eens bij. Dit was een compleet nieuwe locatie. Hoe pak je dat aan? Nou, dit is een schitterende locatie, omdat het ingedeeld is in allemaal kleine themagebieden. Dus nou, je loopt van het ene themagebied in het andere themagebied. We kwamen bijvoorbeeld bij een locatie met een vlonder, een steiger, waar je helemaal omheen kon lopen en in het midden was een opening. En uiteindelijk hebben we daar een dode elfenkoning op kunnen baren. Er is een gebied wat een Japans uiterlijk heeft, het is uiteraard een manga gebied geworden. We hebben een gebied wat meer een Aziatisch uiterlijk heeft, daar hebben we iets mee gedaan. En we kwamen door een gebied met allemaal rotsen en wat er heel mooi, maar ook wel spannend en wat eng uitzag. En we hebben hier natuurlijk ook nog een science fiction sfeer, wat we bij Kasteel de Haar niet hadden. De hele moderne kas met daarin planten en dat past allemaal heel goed past dat bij elkaar. Hoe ben je bij Elfwijk terechtgekomen? De officiële opening van de allereerste Elfwinkel, wat nog als een heel klein winkeltje bij mij in het mooie Delft. De officiële opening gedaan, waar ik de eerste contacten met Elf Fantasy en daarna is dat verder gegroeid. Ik heb voor Elf een aantal winkels ontworpen. Maar goed, naast de decoratie doe je hier nog meer dingen bij de fair. Ik ben een entertainer, historisch goochelaar. Heb ik een aantal keer gedaan ook bij de fair. Maar vandaag als doodgraver Pia Lalach. Zie ik daar een vaandel een beetje loshangen? Of, Ik ga er eventjes met een tangetje heen. Ik zou zeggen, geniet ervan en probeer ze maar te tellen, alle 135. Oké, bedankt.